Dag. Het ene gras is het andere niet. De ene koe is de andere niet. De ene zomer is lekker warm en de andere zomer daar deugt helemaal niks van. En volgens mij is er ook een behoorlijk verschil van boer tot boer. Hoe kan het dan dat Unikaas altijd even goed van kwaliteit is? Dat zullen we eens haarfijn uitleggen. Unikaas komt uit het Noord-Hollandse weidegebied. Wat voor weer, wat voor zomer het ook is, het gras dat daar groeit en de koeien die daar grazen, leveren een melk op waarvan je een unieke kaas kunt maken. Een kaas die fantastisch rijpt en die ook heel oud kan worden. Zo'n gebied heb je nergens anders ter wereld, zelfs niet in Nederland. De ene fabriek is de andere niet. Een kaasmaker kan zijn dag niet hebben. En bij zoveel kazen kun je er makkelijk eentje over het hoofd zien. Hoe kan het dan dat de ene Unikaas even lekker is als de volgende? En dat de Unikaas van volgend jaar in niks onderdoet voor die van dit jaar? Dat zit zo. Alleen de beste fabrieken mogen Unikaas bereiden. En daar moeten dan ook nog eredivisie kaasmakers werken. De beste die er te vinden zijn. Elk jaar opnieuw wordt bekeken of alles en iedereen nog wel aan de eisen voldoet. Eerst centrifugeren ze de melk, zodat de ondermelk en de volle melk worden gescheiden. Vervolgens wordt de melk gethermiseerd, waarbij door verhitting tot 64 graden Celsius het grootste deel van de ongewenste bacteriën wordt verwijderd. In de opslagtanks wordt door vermenging de melk op het juiste vetgehalte gebracht. De melk die nu is ontstaan heet kaasmelk. De laatste stap voor de echte kaasbereiding is het pasteuriseren. Door verhitting tot circa 72 graden Celsius worden dan de laatste niet-functionele bacteriën verwijderd. Dan begint het eigenlijke kaas maken. Stremsel en zuursel worden toegevoegd. En de melk verdikt zich. Door het snijden wordt de wei van de wrongel gescheiden. De wei wordt afgezogen en de wrongel pompt men naar de kaasomatic. Deze vult de kaasvaten. En dan al gaan het Rijkskeurmerk en het Unikaasmerk erop. De wrongel in de vaten wordt geperst. Langzaamaan hebben we een product dat op kaas begint te lijken. De kaas gaat dan het pekelbad in.
En de laatste fase is het plastificeren. En dan hebben we het begin van een hele goede kaas die naar het pakhuis kan om daar rustig te rijpen. Er zijn drie bijzondere punten waardoor die hele goede kaas met extra zorg bereide uniekaas wordt. De kaas krijgt een extra keurmerk waardoor deze duidelijk herkenbaar is. Uniekaas wordt langer geperst dan gebruikelijk. Daar krijg je een pracht van een korst van die de kaas beter beschermt. En ten derde heeft uniekaas van huis uit zoveel smaak dat hij korter gepekeld kan worden en dus minder zout is. Na al deze extra zorg tijdens de bereiding gaat de kaas na 14 dagen op weg naar de uniekaaspakhuizen. Honderdduizenden uniekazen die liggen te rijpen in een magazijn. De ene kaas moet nog geen maand blijven en de andere kaas wel 18 maanden. Dat kan toch geen kaasmeester in de gaten houden? Jazeker, in de kaaspakhuizen van de Nederlandse Kaasunie kan het optimale rijpingsklimaat worden gecreëerd. De kaasmeesters kunnen temperatuur, luchtcirculatie en de relatieve vochtigheid zo regelen dat ze het rijpingsproces van elke kaas helemaal in de hand hebben. Wel 18 maanden lang als het moet. Overigens hebben we dan nog steeds geen uniekaas. Voor het oog niet tenminste. Uniekaas wordt pas als zodanig herkenbaar als hij geëtiketteerd en gebanderoleerd is. ...35% van alle uniekazen worden verpakt. Dat gebeurt op een aantal modern geoutilleerde verpakkingsafdelingen. Ziet u overigens hoe hygiënisch dat allemaal in zijn werk gaat? Het is misschien goed om te weten dat de Nederlandse Kaasunie een samenwerkingsverband van 7 kaasveredelingsbedrijven en zuivelgroothandels is. Niet zo vreemd, want zij kunnen het hele proces overzien. Van de koe tot de consument, om het zomaar eens te zeggen. Maar hoe hou je nou al die kazen uit elkaar? Ik bedoel, hoe weet je nou precies welke kazen van welke leeftijd naar welke winkel toe moeten? En bovendien, kan al die kaas vanuit een precies beheerst koelklimaat zomaar de vrachtauto in?
Het klaarmaken voor de verkoop is inderdaad een verhaal op zich. Elke kaas heeft een kleurcodering. En de distributiecentra van de Nederlandse Kaasunie hebben een perfect systeem om de door elke winkel bestelde producten bij elkaar te zoeken en verzend klaar te maken. En wat die koeling betreft, daarvoor moeten we even helemaal terug naar de koe. Van de koe wordt de melk bij de boer direct gekoeld opgeslagen. Met een koelauto gaat die melk vervolgens naar de fabriek, waar men er onder de juiste temperatuur kaas en andere zuivelproducten van maakt. Die gaan gekoeld en wel naar de magazijnen en distributiecentra en daarna naar de winkel. Het koelcircuit wordt geen moment onderbroken. Deze mevrouw heeft zojuist het verschil gevraagd tussen jongbelegen en belegen kaas. De verkoopster snijdt nu een mooi stukje uniekaas af, op zo'n manier dat ze nu al weet dat ze aan het eind van de kaas niks overhoudt. Waar heeft ze dat geleerd? Dat heeft ze geleerd op de kaascursus van de Nederlandse Kaasunie. Er wordt veel tijd, geld en moeite aan besteed om uniekaas tot zo'n perfecte kaas te maken. Dus verdient zo'n kaas ook in de winkel een perfecte behandeling. Vandaar de kaascursus. Trouwens, werken met kaas is leuker als je er veel van af weet. En het lijkt wel of die kaas dan ook nog beter gaat smaken. Inderdaad, wat koel bewaard moet worden, wordt ook in de winkel koel gehouden. En nou we hier toch in de winkel zijn, zo'n fraaie, goed gesorteerde kaasboutique met een aantrekkelijke presentatie en goede acties. Is elke uniekaaswinkelier zo'n goede kaaswinkelier? De Nederlandse Kaasunie zorgt ervoor dat de klanten uitgebreid kunnen kijken, kiezen en keuren. En dat ze regelmatig van een voordeeltje profiteren, zodat ze graag nog eens terugkomen. Maar wat ik me nou afvraag, die mevrouw die zojuist in de winkel was, hoe wist die nou dat uniekaas kwaliteit is die je altijd proeft? Ik bedoel, hoe wist ze waar ze zijn moest? Daarvoor maakt de Nederlandse Kaasunie gebruik van vrijwel alle media. Printcampagnes in de vakbladen informeren de winkeliers en advertenties in de damesbladen de consument. Dan zijn er nog de radiocommercials en natuurlijk... Kwaliteit die je proeft. Eén ding nog. Uniekaas snap ik nu. Overjarigen en extra overjarigen, dat snap ik ook. Maasdammer. Light. Mild en romig. Uienkaas. Roomkaas. Nagelkaas. Snap ik ook. Allemaal uniekaas. Tesselaar. Een eerste kwaliteit boerenkaas, geen probleem. Maar waarom brengt de Nederlandse Kaasunie ook buitenlandse kazen, zoals Bon Ami? En producten zoals Almhof Biogarde, Jacquie en Mannequin. Zou het kunnen zijn omdat de Nederlandse Kaasunie toch al zo ontzettend veel verstand van zuivelproducten heeft? Omdat het gesloten koelcircuit, de pakhuizen en de distributiecentra er toch al zijn? Omdat de koelauto's toch elke dag naar de winkels rijden? En omdat de Nederlandse Kaasunie precies weet wat kwaliteit is, wat de mensen willen en waar ze hun goede geld aan willen uitgeven? Tja, daar zit wat in.
Zo. En nou wil ik eindelijk zelf ook wel een keer een stukje.